Jongerenwerk in de stad is te versnipperd geraakt. Er zijn te veel partijen die niet voldoende samenwerken en met elkaar moeten concurreren voor geld. Jongerenwerker Randall ziet dat het zorgt voor een hoger verloop in de sector. Organisaties die niet meer kunnen uitbetalen of moeten bezuinigen op bepaalde activiteiten voor jongeren. Ja, dan merk je gewoon dat mensen sneller, sneller weggaan uit de sector om toch wat meer te verdienen en voor zichzelf te kiezen. Er zijn op dit moment rond de 25 organisaties actief in de stad, waardoor je als jongere soms geen idee meer hebt waar je aan moet kloppen voor hulp. Het is ook een vorm van marktwerking die we hebben toegelaten in dit domein, wat gewoon niet goed is. Dus we zullen gewoon weer terug moeten naar dat het een publieke voorziening is, net zoals het onderwijs. En bij een publieke voorziening horen goede mensen. Alleen de manier waarop we dat gaan organiseren moet anders, omdat het de afgelopen jaar heeft laten zien dat het niet gewerkt heeft. En dus wordt er de komende bestuursperiode 7,5 miljoen euro geïnvesteerd om het jongerenwerk te verbeteren. Er zijn plannen voor een academie, waar alle partijen moeten samenkomen en kennis delen. En een stedelijk team van jongerenwerkers. Meer samenwerking en sturing dus. En uiteindelijk is het natuurlijk ook een manier om ook te laten zien: het jongerenwerk is niet zomaar een vak. Dus het zijn ook competenties die we van je vragen. En het is niet zo dat iedereen maar kan zeggen ik ben jongerenwerker. Net zoals je niet kan zeggen dat je zomaar leraar bent en ook niet zomaar wijkagent. De investering zou nodig zijn omdat er meer problematiek is. Zo loopt 6,5% van de jongeren in de stad het risico betrokken te raken in de zware drugscriminaliteit. En dat moet verminderen. Maar, zegt Randall, er is meer nodig dan alleen een smak geld. Het is een, uh, een sector waar we heel veel te maken hebben met burn-outs. Uh, mensen die het werk gewoon niet meer aankunnen, omdat ze misschien eigen triggers en trauma's hebben. En ja, laten we daar ook even naar kijken hoe personeel zich ook beter kan voelen in zijn vel. Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt. Streven is om begin volgend jaar van start te gaan.